Maddie Hout. Een kunstenares heeft een expositie in LCC het Klooster. Goedemiddag, hier in het klooster, het cultureel gebouw op het Afrikanerplein. Wat gebeurt hier? Ja, ik geef een expositie en ik hang mijn tekeningen in de gemeente Mediawerk. En ja, daar kun je zien wat ik doe. Dus jij hebt binnenkort hier een tentoonstelling? Ja. Begin me je even voor te stellen, je naam? Ja, ik ben Mattie Hout en ik ben een kunstenaar. En ik maak meestal tekeningen en schilderijen. Maar die begin is altijd van het lichaam. En wat er binnen zit en hoe het ziet naar de buitenkant. En hoe de binnenkant kan naar buiten. En die vormen en kleuren en zo. Je komt hier niet vandaan, je bent hier niet geboren. Ik kom uit IJsland en ik woon hier al 6 jaar. Maar ik ben afgestudeerd van Aki in Enschede. Dat is een hele bekende academie, ja. Hè? Ja. Wij de universiteit zit er ook in Twente. En een hele goede voetbalclub. Ja, zeker. Hebben we wel gewonnen. Woon je daar ook in Enschede? Nee, ik woon hier in Rotterdam. Ik begin dus iets te uitleggen over de techniek. Ja, het is, ik gebruik meestal aquarel en potloden en ook oliepastel vaak. Ja. Ik vind oliepastel altijd zo leuk om mee te werken, omdat je kan het echt met je handen indoen en met je handen tekenen en zo. Maar ja, dat kan je niet echt met olieverf, maar met oliepastel, ja, het heeft meer zo van flow in. En even naar het thema, dat is heel bijzonder hoor. Ja, ja, in deze is het ja, die aanzicht, die wat... Dat dit niet is, dat dit niet heeft dezelfde vorm als jij het ziet of aan mij als zegt, dan loopt het allemaal naar beneden. En als het niet de vorm heeft, dan heeft dat een andere vorm. Ja, ik help de kijker even. Wacht even, want als er zo de eerste indruk is, een beetje griezelig. Want jij, het thema is toch een beetje achter die huid kruipen, hè, van dat lichaam. Ja. Ja, wat zit onder de huid van het menselijke lichaam en die vormen en die kleuren. En hoe kan ik dit gebruiken in mijn werk om iets mooier te maken dan als je een open buik ziet. Dan is het wel ja, niet echt zo vrolijk om te kijken, maar ik wil dit wel vrolijk maken. Omdat zo een andere wereld onder je huid zit. Natuurlijk zeer fascinerend, maar ja. Normaal gesproken trekken we onze kleding erover aan. Ja, dus. Maar ja, ik denk meer dat jij jouw hout is jouw kleding. En jij zit wel ja, in jouw vormen omdat jouw hout omheen heeft. Maak je ook kleren? Nee. Maar wat is dat? Ik kan het wel breien, ik kan wel een zweter breien. Maar dit is een. Een hout van een zwangere vrouw. Dat hangt zo als een zweter. En die titel is When Desired. Zoals je het. Als je het wilt, dan kan je een zwangere hout van een vrouw. Heb je het zelf al eens ingelopen? Ja. En hoe voelde het als zwangere vrouw? Ja, het voelt een beetje slap. Omdat het niet zwanger bent natuurlijk. Dan, ja, dan voelt het een beetje slap. Oké. Is dat de navelstreng? Ja, dit is de moederkoek.
En die, die idee achter is dat die hout is ook als rol. Dat het is beschermd heel goed en het is een soort van een knuffelen ding. Maar het is die hout van de vrouw. En hier hangt die moederkoek ook. Dat is ook. Wil je ook laten kinderen? Ja. Ja? Nee. Ik heb voor nu wel eens leuke onderwerpen gezien, zoals bijvoorbeeld wateroverlast net achter de brug. Oh ja, dat heb Fransje toen gemaakt, dat klopt. Ja. Dat heeft u gezien. Ja, u kijkt dus niet regelmatig, maar u, als je zit te zappen, kom je er zo eens voorbij of zet je het speciaal op? Kan beide. Kan beide. Af en toe heb ik iets speciaals, maar meestal is het inderdaad als ik zap dat ik erop kom. Nou bestaan wij 10 jaar in november en is de deelgemeente in een wijsheid heeft besloten om ons de wacht aan te zetten voor het volgend jaar. Hoe vindt u dat? Nou, vind ik een beetje overdreven. Als ik zie wat er allemaal in Rotterdam aan kosten gemaakt worden, denk ik niet dat jullie budget daar nou een grote verandering in brengt.